Welkom bij Move Academy. Mijn naam is Ruben Kuminga en dit is Suzanne Kuminga, man en vrouw. Ja. Wij zijn inmiddels alweer 7 jaar geleden zijn wij Move Academy opgestart. En wat doen wij er tegenwoordig? We geven bewegingsonderwijs. We geven het programma Stop Stoer Doen, oftewel gedrag gecombineerd met sport. Schoolkampen, sportdagen. De hele organisatie eigenlijk natuurlijk erachter. MRT doen we ook. Precies, MRT, motorische middle teaching, we helpen kinderen met motorische problemen. Daarnaast hebben we ook nog eens een keer dat we kinderen helpen met gedragsproblemen. En ja, zo gaat het eigenlijk lekker de breedte in. Ja, ons idee over Move Academy is ongeveer zeven jaar geleden ontstaan. Wij kwamen toen van het CIOS en je had de afstudeer richting sportmanagement organisatie geloof ik gedaan. En toen ging je gaan werken voor het sportbedrijf. Ja, de gemeente Dordrecht als sportconsulent. Ja. En daar zagen we dat de kansen binnen de sport en het bewegingsonderwijs veel groter konden. Veel meer in onze ogen. Ja. Dat hebben we besproken, nagedacht, hoe kunnen we dit gaan aanpakken om dit succesvol te krijgen. Ja, toen zijn we eigenlijk gewoon een soort van vakwerkplan, een plan gaan maken. Ja. En toen zijn we eigenlijk letterlijk uurtje factuurtje gymnastiek gaan verkopen. Ja, zijn we onszelf gaan verhuren als gymdocent. Als gymdocenten. En dat was ook precies tegelijkertijd met dat we... Gestart zijn met de Fonte Sporthogeschool. En dan hadden de deeltijdsvariant om ook docent alo te gaan worden. Nou, we zijn natuurlijk ook, wat we net al vertelden, we zijn 7 jaar bezig. Ja. In die 7 jaar zijn we natuurlijk niet helemaal van een leien dakje gegaan, want binnen ondernemen neem je eenmaal wat risico's. Maar er komen ook heel wat dingen komen extra bij kijken. Er komen best wel een aantal valkuilen naar voren toe. Een van die valkuilen bijvoorbeeld is dat op een gegeven moment de programma's eigenlijk zo goed aan gingen slaan, dat we het niet meer samen met z'n tweeën konden doen. En dan ga je kijken naar wie een ander personeel, dan gaan we met personeel werken. Ja. En als je daarmee gaat werken, komt er weer een heel groot stuk beleid erbij kijken. Er komt wet en regelgeving erbij kijken. Er komen veel meer in je administratie bij kijken en dat soort zaken. Ja, daar zijn we echt wel heel veel tijd in kwijt geweest om dat door te voeren. Een andere valkuil bijvoorbeeld van dit bedrijf is dat wij door met 61 personeel, maar we werken maar 40 weken per jaar. Want het onderwijs is maar 40 weken per jaar open, de school. En de rest is het gewoon vakantie. Maar wij zijn ondernemers en we moeten gewoon weer doorgaan in de vakantie. Ja, we hebben personeel dat we moeten betalen in de vakantie. En die moeten ook weer door blijven betalen in de vakantie. Ja. En als je dan geen werk hebt in de vakantie, dan heb je toch wel een aardig probleem. Dus hoe gaan we dat dan ook oplossen en dat soort zaken? Maar gelukkig zitten er ook heel veel toffe dingen aan, toch Suus? Ja, we hebben genoeg tijd, ruimte om onze visie binnen Move Academy nog breder te ontwikkelen, kwalitatief te onderbouwen. Daarnaast kunnen we ons personeel, ons team sterker maken door onze ervaringen met elkaar en voor elkaar te delen. Onze docenten te ondersteunen in uitdagingen die ze tegenkomen in het onderwijs, met leerlingen, met scholen, met ouders. En het leuke om dan inderdaad te vertellen is dat we dus niet alleen maar groeien in het onderwijsland. Natuurlijk krijgen we al steeds veel meer scholen erbij. Ja. Maar ook juist omdat we heel veel samenwerking hebben met de gemeentes, groeit ook de hele zorgkant. Hè. We zijn op basis van gedrag zijn we bezig. En we hebben toch bijvoorbeeld schoolkampen. En toen krijgen we opeens de vraag vanuit de zorg van, kunnen jullie ook zorgkampen gaan organiseren? Ja. En dat is eigenlijk ons nieuwe project waar we nu mee bezig zijn. Van de zomer willen we zomerkampen gaan organiseren voor kinderen die een extra rugzakje of een extra uitdaging hebben die niet op een normale zomervakantie kunnen. Ja. En daar zijn we nu mee bezig. En hartstikke leuke kampen neer te zetten voor ook die kinderen. We zijn in 2014 afgestudeerd op Fonte Sporthogeschool. Daar hebben we heel veel kennis op gedaan. Die kennis die gebruiken wij om onze visie binnen Move Academy te versterken, te verankeren. En daardoor ook onze collega's te ondersteunen en te coachen in hun eigen werkzaamheden. Zonder Fonte Sporthogeschool hadden we dat niet gehad. Wat ik eigenlijk een beetje misschien wel heb gemist binnen de opleiding zoals wij die hebben genoten, dus de ALO, de Fonte Sporthogeschool, is eigenlijk het gedeelte van het ondernemen aan zich.
We zijn opgeleid als docenten en we hebben daarin binnen onderwijsland alle verschillende visies, de verschillende vormen van scholen, de verschillende soorten onderwijs, et cetera. Superbelangrijk hebben we allemaal meegekregen. Maar ja, voornamelijk ook al vertelde, in onze valkuilen, of in een beetje de nadelen van dit bedrijf. Dat zijn voornamelijk het stukje administratie, het stukje beleid, het stukje wet en regelgeving wat erachter zit. Ja. Daar hebben we eigenlijk... Allemaal of zelf moeten leren of mensen voor hebben moeten inhuren, wat weer extra kosten zijn. En dus ook weer nadelig is eigenlijk voor ons. Als ondernemers denken wij natuurlijk altijd aan onze toekomst en daar zijn we echt ook altijd mee bezig. Want de toekomst is je brood. We zijn ten eerste hard bezig om de programma's die we nu hebben te gaan aan professionaliseren. En uiteindelijk op de lange termijn moet dat... misschien wel landelijk ons product kunnen aanbieden, onze diensten. Dat zou echt een droom zijn om echt een landelijke methode van hetgeen wat we nu aan het neerzetten zijn, om daar echt een landelijke methode van te maken. Ja. Stroll to the nearest water's edge, remember your place.